Zowel de verdachte als de advocaat waren niet aanwezig bij de eerste rechtszitting. Maar wat wel duidelijk is geworden, is dat de 53-jarige Scalda-docent uit Middelburg met geweld om het leven is gebracht. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Beslag gelegd op bezittingen van de Azimi-broers. En na Zeeuwse zijn er nu ook Belgische mosselen. Goedenavond. Door zeer heftig, stompend, botsend geweld en steekverwondingen. Zo is de 53-jarige Mechtold Reenema uit Middelburg in april om het leven gebracht. Dat bleek vandaag tijdens de eerste voorbereidende zitting van de zaak in de rechtbank van Middelburg. En daar staat voor ons nu ook verslaggever Mercy Kamermans. Ja, Mercy, jij was vanmorgen bij die zitting aanwezig. Wat is daar uitgekomen? Nou, de officier van justitie die las voor waar de 37-jarige man uit Osuburg nou precies van verdacht werd. En dat is dus het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van Mechtold Reenema, moord dus. Ja, verder duurde de zitting heel kort, amper 5 minuten. Er was ook eigenlijk niemand aanwezig. De verdachte niet, zijn advocaat niet en ook de familie van het slachtoffer niet. Ja, waarom waren de verdachte, zijn advocaat en de familie van het slachtoffer niet aanwezig? Ja, de advocaat van de verdachte die had ons laten weten dat hij het eigenlijk niet de moeite vond om vanuit Breda naar Middelburg te komen, aangezien de onderzoeken nog niet allemaal klaar waren. En de familie heeft ervoor gekozen om nog niet naar deze voorbereidende zitting te komen. Ja, omdat het toch vaak zwaar is, hè? Je leeft naar zo'n dag toe vol spanning. En het gaat immers toch om een heftige moordzaak. Op woensdag 19 april komt er rond 2:30 een melding binnen bij de politie dat Mechtold Reenema niet op haar werk is verschenen. Ze werkt als docent bij Scalda in Middelburg. Agenten nemen daar op polshoogte bij haar woning in de Middelburgse wijk Douwendalen en vinden haar levenloze lichaam. Mechtold blijkt door geweld om het leven te zijn gebracht en de politie zet een grootschalig onderzoeksteam op de zaak. De politie heeft al meteen de verdachte op het oog, maar kan hem niet vinden. Uiteindelijk meldt hij zich 5 dagen later zelf bij het politiebureau in Middelburg. De verdachte en Mechtold hadden een relatie met elkaar. Mercy, hoe gaat de zaak nu verder? Ja, het Openbaar Ministerie heeft vandaag laten weten dat het tactisch en forensisch onderzoek naar de moord klaar zijn. Wat nog niet is afgerond, dat is het rapport van het onderzoek van een psychiater en een psycholoog die de persoonlijkheid van de verdachte hebben onderzocht. Dat wordt 30 augustus verwacht. De volgende zitting is dan op 11 oktober gepland, maar dan gaat het opnieuw om een voorbereidende zitting. Mercy, dankjewel en we komen zo nog even bij je terug. Maar eerst nog even ander nieuws. Na jaren van ontwikkelen en testen oogsten onze zuidenburen deze week de eerste mosselen van eigen bodem. En liggen ze voor het eerst ook in de winkel. En dat is toch even wennen. Belgische mosselen. Maar zijn ze een serieuze concurrentie voor de Zeeuwse mossel? Ja, je ziet het goed. Die Belgen die gaan de concurrentie met ons aan. In deze versmarkt in Antwerpen worden sinds deze week Belgische mosselen verkocht. Heel goed. Heel smakelijk. Ik vond ze lekker, ja. Ze zijn lekker klaargebakt ook. Dus. Geweldig, heel lekker. Ik ben een Zeeuwse mosseleter, maar die Belgische vond ik heel goed hoor. De mosselen zijn de eerste oogst van een zeeboerderij voor de Belgische kust. Ze zijn in trek. Direct uitverkocht na 2 dagen, boven onze verwachtingen. Dus we hebben direct ook beslist om de visvangsten te verhogen. Het gaat nu nog om een kleine verkoop in 4 winkels, maar daar moet de komende jaren verandering in komen. De Zeeuwse sector houdt de ontwikkelingen dan ook enigszins argwanend in de gaten. Dat is volgens de Belgen niet nodig. Ik denk niet dat jullie zorgen moeten maken. Nee, hoeft niet, want die van jullie zijn ook goed. En de Belg is een serieuze mosseleter. Hij eet per jaar 2,2 kilo per persoon. Dat maakt ons een van de grootste mosseleters in Europa. Dus er is nog voldoende opportuniteiten om er iets naast te zetten. Kon u nu echt verschil proeven? Smaakt dit anders? Een beetje, niet zoveel, maar toch. Ik vind eigenlijk de smaak zo wat hetzelfde eigenlijk. Zo. Als je gewoon de Zeeuwse mosselen gewend bent, dan is dit toch weer iets anders. Hè? Het smaakt de Noordzee. Het is anders, maar ze zijn niet beter of slechter. Absoluut naast elkaar te vergelijken. Ja, lekker. Maar ja, dat zijn onze Zeeuwse mosselen ook. Het OM heeft onder meer beslag gelegd op het hotel in de huizen van de broers Azimi uit Aardenburg. De panden hebben een totale waarde van enkele miljoenen euro's.
De inbeslaglegging gebeurt in het kader van een onderzoek dat anderhalf jaar geleden al is gestart. Aan het begin daarvan zaten de broers nog enkele dagen vast. Ze worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschriften. Tijdens een persconferentie na hun vrijlating zei Salah Azimi dat de overheid zich moest schamen. Als jij in Nederland je hoofd boven het maaiveld steekt, word je al afgehakt. En nu maak ik het zelf van dichtbij voor de zoveelste keer mee. Voor mij is de mate vol. Genoeg is genoeg. Al dus een strijdbare Salah Azimi 2 jaar geleden. Daarna was het lange tijd stil rondom het onderzoek. Tot nu toe dus. En we gaan weer naar Mercy Kamermans. Ja, Mercy, waar zijn die verdenkingen van het OM eigenlijk op gebaseerd? Ja, het OM denkt dat de Azimis hebben gelogen over de herkomst van het geld dat ze geïnvesteerd hebben. Dus eigenlijk is die hele inbeslagname een soort voorzorgsmaatregel. Mocht het OM gelijkstellen, ja, dan kunnen ze dus gelijk dat geld vorderen. Overigens heeft dit niet allemaal gelijk al heel veel praktische effecten. De panden blijven gewoon open. Alleen het is wel zo dat bijvoorbeeld huurders die panden huren, het geld wat zij binnenbrengen gaat dus nu niet naar de Azimis, maar naar het OM. Ja, 2 jaar geleden reageerde Salah Azimi nog heel strijdvaardig. Hebben ze vandaag al gereageerd op de beslaglegging? Ja, Salah Azimi heeft ook bij ons gereageerd. Hij zegt totaal niet onder de indruk te zijn en noemt het een circus van de hoogste plank. Het is een beetje een reactie zoals we van de Azimis gewend zijn. Hij zegt ook, het is vooral een administratieve kwestie. Wij kunnen praktisch gewoon ons luxe leventje blijven leiden. En dat zullen we ook zeker blijven zien op social media. Mercy, dankjewel. Hij was 17 jaar, de burgemeester van de gemeente Veren, Rob van der Zwaag. En begin dit jaar droeg hij het stokje over en begin juni werd bekend dat hij tot eind dit jaar waarnemend burgemeester is op Texel. En ook al is de afstand tussen de gemeente groot, veel verschil is er volgens de burgemeester niet. Het heeft ongeveer dezelfde kilometer strand als Veren. We zitten over de 30 kilometer. Er zijn ook 3 KNRM-posten. Je hebt sterke dorpen met een sterke identiteit, verschillen van elkaar. Je hebt de toeristische koog, het centrum de Burg, Oude Schild, de haven, vissersmentaliteit. Dus van alles wat hier. Op Texel voelt Van der Zwaag zich dus wel thuis. Toch is de hamvraag hoe hij terugkijkt op de afgelopen 17 jaar. Want die waren bij tijd en wijle onrustig te noemen. Veel wil de oud-burgemeester er niet over kwijt, maar wel dit. Nou, ik had al gezegd, ik heb een fantastische 17 jaar gehad. Natuurlijk heb je wel eens periodes waar iets speelt of dingen zijn, maar ik kijk daar heel positief op terug. En dat merk ik ook bij mijn afscheid van iedereen, van inwoners, van ondernemers. Dus ik woon er ook nog, dus ik voel me daar ook thuis. Dus ja, prima. En die spanningen zijn vergeten? Ja, die komen overal voor in een goed huwelijk. Dus ook in de politiek komen wel eens spanningen voor tussen partijen. Ja, daar moet je overheen kunnen stappen. Zeker als burgemeester. En dat doet hij dan ook. Een nieuw tijdelijk hoofdstuk is aangebroken tot eind dit jaar. En met een gemeentehuis dat zo in de Efteling zou kunnen passen qua uitstraling, is het op Texel goed toeven. Maar inhoudelijk speelt er ook nog iets mee. Het heeft er veel dossiers die identiek zijn, maar toch anders, wat ik zeg. Dus het is ook goed om in een andere keuken te kijken. Hè, waar je bijna dezelfde gerechten hebt, maar toch met een iets andere smaak erop. En die smaken even goed. En dat maakt het leuk hier. Burgemeester Van der Zwaag zit hier nu 2 maanden. Hij heeft het duidelijk naar zijn zin, maar hoe zit het met de inwoners? En kennen ze hem al een beetje? Kent u deze meneer? Dat is Harry van Nieuwenhuizen. Harry van Nieuwenhuizen, en wat doet hij? Nou, Rabobank-directeur. Ja, die ken ik wel. Wie is dat? Dat is de interim-burgemeester. Wel een beetje oud, maar dat zijn ze meestal volgens mij. Mag wel wat jonger. Ja, op zich wel. Het zal wel een of andere minister zijn. Het is de nieuwe waarnemend burgemeester van Texel. Oh, die is maar tijdelijk, ja. Nee. Nou, leuke man, zo te zien. Dat is een rustige man en hij kent het klappen van de zweep. Hij kent het zoute water, het zilt. Hoe bevalt hij? Geen idee. Ik weet niet, is hij zwanger dan? Terug bij burgemeester Van der Zwaag. Ook al kent nog niet iedereen hem, daar werkt hij naar eigen zeggen hard aan. Ik ben met iedereen kennis aan het maken. Ik ben met dorpsraden vanochtend van de Koog heb ik gewandeld. Met wethouders, met raadsleden, met fracties. Dus ik wil het eiland goed leren kennen. Omdat ik vind als je in BMW zit, ja, moet je wel weten waarover je praat over dossiers. Na 17 jaar Veren is het nu dus een half jaar Texel geworden voor Rob van der Zwaag. Hij wil er zelf nog niks over loslaten wat hij daarna gaat doen.
Maar duidelijk is wel dat hij Zeeland nog niet heeft losgelaten. Het staat al ruim van tevoren rood omcirkeld in menig agenda in en rond Groeden. De jaarmarkt, traditioneel op de laatste vrijdag van juli. En zo was het ook vandaag weer ouderwets druk in het dorp. Een gemiddelde jaarmarkt is ongeveer 25.000 tot 30.000 bezoekers. En dat is een behoorlijk aantal, zeker voor een braderie. Het geheim zit hem in de afwisseling van de kraampjes. We hebben aan de ene kant de rommeljagers, maar we hebben ook gewoon de mensen die komen voor de gezellige kramen. Of lekker even op het terrasje genieten van de sfeer. En ook de standhouders profiteren van de drukte. We hebben vandaag toch al voor een kleine €300 kunnen verkopen. Dus wij zijn blij. Maar dan moest je er wel vroeg bij zijn. Vanaf hoe laat was u hier al? 5:30 vanmorgen. En u heeft ook allemaal afzetlint op de stoep neergelegd. Vanaf wanneer ligt dat daar al? Dat ligt er al vanaf dinsdag. Je moet een plaatsje zeker stellen en dan moet je op tijd erbij zijn. En de echte diehards kunnen vanavond nog door naar het feest op de markt en dat duurt tot 11:30. Het was een grijze dag met weinig zon en lokaal nog wat motregen. Daarmee wel droger dan gisteren, maar goed, zo moeilijk was dat nou ook weer niet. Het was maximaal 22 graden vandaag. Morgen start verspreid nog wel met wat regen, maar in de loop van de dag wordt het droger en tegen de avond zelfs zonniger. Nou, het wordt weer maximaal 22 graden. Zondag dan start het met zon, maar eindigt het weer met regen. En het natte weer houdt volgende week ook nog wel even aan. Dus het wordt echt de twee P's van poncho en paraplu. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.